In het platform is een keer op tafel gekomen de gedachte op dit moment onbenut om oude boomgaard die er onderaan bij het Stenen Kruis bij de Wijnen van Arnhemberg in Oosterbeek ligt. Dat zou eigenlijk een heel mooi buurtproject kunnen worden. Om buurtbewoners die boomgaard te laten benutten. Hij moet opgeknapt worden. De omliggende scholen kunnen daar een rol in hebben. Want zo'n boomgaard kan meteen een hele mooie sociale binding voor de hele buurt gaan worden. Mensen gaan daar met elkaar wat in doen. Voor ons is het een idee, maar dan moet het handen en voeten krijgen. En ja, dan denken we toch meteen aan Solides. Jullie hebben meteen een aantal contacten in de buurt. Er zit bij jullie ook meteen wat kennis en informatie over al. Maar als dat van ons ook moet komen, dan gaat het ongetwijfeld geld kosten. Dus er zijn ideeën over Oranjefonds en weet ik allemaal wat. Ja, dat programma Groen Verbind bedoel je, van het Oranjefonds. Ja. Dat we daar dan samen een projectvoorstel over kunnen schrijven. Ja. Dus dat netwerk wat jullie hebben, de relatie die jullie zelf met de gemeente hebben, die hebben wij ook wel. Maar met Solides, zeg maar, samen binnenkomen, is toch een beter visitekaartje dan soms alleen maar platform. Dus ja, dat netwerk, de kennis en informatie die jullie hebben, daar leunen wij heel vaak op. Dat is heel belangrijk voor ons. Natuurlijk de kunst om middelen te vinden, hè? Ja. Om dan ook een beetje de continuïteit voor zo'n enthousiasme te vinden. Het zou zonde zijn als zo'n mooi initiatief niet van de grond komt. Dat vinden wij ook en daar hebben we een hele goede, dan kunnen we een goede rolverdeling maken. En in die zin ontstaat er een keten van samenwerking. Ja, en wij zijn er trots op dat we daar een rol in hebben. En we zijn blij met wat jullie voor ons daarin kunnen betekenen. Ja, en zo werken we samen aan de parels in Oosterbeek. Je zegt het. We zijn bezig vandaag met een lunch te maken voor de vrijwilligers die het werk doen voor Solides. Ik ga vandaag een broodje hamburger maken. Ik doe dat normaal met een leerling van het Leo Kannerhuis. En dat zijn jongeren die zijn autistisch eigenlijk. Dus die hebben een speciale aanpak nodig. Heb je ook veel rust nodig om dingen uit te leggen. En als je iets verteld hebt, dan moet je toch even navragen of ze inderdaad het begrepen hebben zoals je het zelf bedoeld hebt. En meestal komt het wel goed. En die jongens van Leo Kannerhuis, die krijgen dan hier ook een kans. En ik begeleid ze daarbij. Ja, het is leuk werk om te doen. Dus dat is ook geeft ook een beetje voldoening. Als ze inderdaad naar huis gaan zeggen van het was leuk geweest. En ik heb weer wat opgestoken. Nou ja, dan is mijn dag ook weer goed natuurlijk. Hè. Zo, alsjeblieft. Ja, even... Ik werk bij Solides, bij de ontmoetingspunten. En daar heb ik regelmatig contact met een jongerenwerker. Die vertelde mij dat hij lastig contact krijgt met de basisscholen hier in Oosterbeek. Vooral met groep 8 leerlingen. Ik ben ook moeder van een kind uit groep 3. En ik dacht, dit kunnen we koppelen aan elkaar. Door het grote jufferfeest van groep 3 in Phoenix te organiseren. Op een woensdagochtend. De jongerenwerker vond dat een goed plan. Want om 11:15 komen alle ouders ook op deze locatie. Zodoende kon hij al in contact komen met hen en ook met de scholen. Deze kinderen zijn nog wel aan de kleine kant, maar die hebben oudere broertjes en zusjes. Die bijvoorbeeld in groep 8 zitten of misschien nog wel ouder zijn. En die wij dan ook langzaamaan in beeld krijgen. Aanleiding dat wij die in beeld willen hebben is dat wij die tieners en jongeren willen ondersteunen daar waar het nodig is. Je hebt jongeren die zelf sociaal zijn, sociaal competent zijn. Maar je hebt ook jongeren die gewoon extra steun nodig hebben. Dus op school, in werk, in het hele deel van het opgroeien. Hè. Dus een extra ondersteuning tussen het kind zijn naar het volwassen worden. Ja, mijn vrouw Gon die heeft dus de ziekte van Alzheimer. En er zijn momenten dat ik... ook wel eens graag mijn eigen dingetje doet. Ik heb eigenlijk een heel prettig contact met Gonnie. Ja. Ik heb van begin af gemerkt dat we klikken. Ze heeft een hele leuke humor. Ik zoek altijd naar wat ze wel kan en niet wat ze niet kan. Gon kan ik aan Sabine overlaten. Ik kan de zorgen van me afzetten. Ja, en dat is heel bijzonder voor mij ook. Mm-hmm. Dat je dat vertrouwen hebt. Ja.
weg kunt gaan, je contacten bijhouden, plezier maken met je voelen. En als ik dan thuis kom, dan loop ik door de garage in, dan loop ik buiten en dan hoor ik soms gelach. Ja. En dan denk ik, van, oh, dat is geweldig. Hè? Gon die lacht weer. Ja. Sabine, ze hebben samen schik en ja, ze maken leuke dingen. Ja. Vind ik geweldig. Ik vind het heel geweldig dat het zo kan. Dat het kan. Op het moment dat ik bij een intake zit, dan voel ik al vaak, dan zie ik in gedachten al de vrijwilliger waarvan ik denk, nou, dat zou een prachtige match zijn. Want er moet een match zijn tussen deze twee personen. Als die er niet is, dan werkt het niet. Ik denk dat het mij gewoon heel veel voldoening geeft. Dat ik zie dat Gonny plezier heeft. En vooral ook dat de mantelzorg, in dit geval Dick, gewoon echt weg kan gaan met het gevoel van... ik heb een ochtend, hoef ik even niet te zorgen. Als Sabine de zaterdag niet komt, dan kan ik niet Jus de Boele. Of ik moet het aan familie vragen. Ja. En dat is heel, heel moeilijk. Ze zeggen wel eens, het is heel makkelijk. Maak een kringetje en ga die kring af. Ik heb bepaalde mensen, die kan ik bellen. En die komen. Ja. En toch, ja, dat hou ik toch nog af. Liever dus met Sabine als vrijwilligster. Witske? Ja? Kunnen we nog een afspraak maken? Er zijn ook mensen... die zeggen, goh, wat fijn dat een onafhankelijk iemand die niet emotioneel gebonden is aan ons, komt. Daardoor heeft de mantelzorger, maar ook degene die leeft met een beperking, een nieuwe ervaring in hun leven. Ze hebben elkaar weer iets te vertellen. Maar ook emotionele binding kan ook zorgen voor emotionele blokkade. En mensen die onafhankelijk zijn, die kijken fris naar je. Die hebben geen mening, die hebben geen verleden met je. Tot zaterdag. Tot zaterdag.